Welkom bij weer een nieuwe video. Ik had nog wat restjes designpapier liggen uit mijn nieuwe DigiKit die je kunt kopen op Ko-fi. En ik ben nog wat tags nodig. Nou, wat ga ik dan altijd doen? Ik ga een masterboard maken. En een masterboard is eigenlijk niets anders dan een vel papier waar jij iets mee doet. En dat kan collages zijn, maar dat kan ook andere dingen zijn. Ik ga vandaag collage doen. En in plaats van wat ik meestal doe, dat ik alle stukjes scheur, heb ik gewoon met mijn snijapparaat heb ik allemaal kleine stukjes papier gesneden. Ze zijn allemaal anders qua formaat. En ik ga daar ook zeker niet naar kijken. Het enige wat ik ga doen is dat ik al die stukjes papier, nou ja, random eigenlijk, ga opplakken op dit vel papier. En dit is een vel papier wat enkelzijdig bedrukt is. Dit is designpapier wat in die grote blokken zit die je bij de Action kunt kopen. Dit is al een heel oud blok, maar ik vind het er wel bij passen. En dan heb ik in ieder geval een mooie achterkant voor mijn collage. Deze kant is wit, dus wat dat betreft komt het allemaal goed uit. Nou, dat verlijmen kun je op heel veel verschillende manieren doen. Je kunt een lijmstift gebruiken. Gebruik dan wel een goede lijmstift. Deze van de Bison, dat is een goede lijmstift. Die kun je kopen bij de Action. Helemaal niet zo heel erg duur. Tombow heeft ook goede lijmstiften. Natuurlijk de Prit, dat is ook een goede lijmstift. Maar gebruik wel een goede. En ik heb wel eens een lijmstift van de HEMA gebruikt. En de volgende dag kon ik alles er weer afpakken. De lijm had helemaal niet gelijmd. Het leek vast te zitten, maar ja, toen ik het papier op wilde pakken, viel alles er weer af. Dus het had helemaal niet vast gelijmd. Dus gebruik een goede lijmstift en dan kun je dit ook prima met een lijmstift doen. Collage medium, ja, dat is er natuurlijk voor gemaakt om te gebruiken. Maar ik ga vandaag gewoon de lijmstift gebruiken. En ik werk op een kraftmat, kan ik heel eenvoudig weer schoonmaken. Nou, ik ga de stapeltjes met papiertjes even, terwijl ik zie dat hier nog bruine tussen zitten. Die gaan we daar even bij leggen. Ik vind het altijd fijner om stapeltjes te maken. Dan hoef ik niet na te denken welke ik pak. Dan ga ik gewoon om en om ga ik een beetje aan het werk. En om pak ik gewoon wat papier. Nou, mijn papier, ik hoop dat ik allemaal in beeld blijf. Dat lukt allemaal wel, denk ik. Nou, ik pak gewoon mijn lijmstift. En ik ga gewoon heel eenvoudig met de lijmstift lijm op dat stukje papier doen. En ik begin gewoon ergens in een hoekje. Begin ik. En als ik iets over het randje ga, helemaal niet erg, kan ik later altijd nog weer bij gaan knippen. Nou, wat ik meestal even doe, ik druk het even goed aan. Je kunt een breier erbij gaan pakken, dat je het met de breien. Moet er natuurlijk geen verf aan zitten, hoewel dat ook wel een leuk iets kan zijn. Even met de breien eroverheen, dat het goed vast zit. Nou, en dan ga je gewoon opbouwen. Heel rustig opbouwen, stukje voor stukje ga je vastlijmen. Ik ga een klein stukje overlappen. En ik zorg er dus voor dat de papierstukjes, je kunt nog een klein stukje opzij, dat ze een klein beetje over elkaar heen zitten. Niet te ver, dat is nergens voor nodig. Nou, op deze manier bouw ik gewoon alles op. En ik kan mooi spelen, want dit heeft verschillende kleuren bruin. Dus het lijkt allemaal niet niet hetzelfde. Een klein stukje eroverheen. En op deze manier bouw je rustig alles op. En je gaat net zo lang door tot je tevreden bent. Tot je een leuke compositie hebt. En ik heb verschillende verschillende maten papier. Dus daar hoef ik eigenlijk alleen maar even naar te kijken. Dat het niet een stijf geheel wordt.
Dus een klein beetje overlappen. Stevig aandrukken. Gebruik dus desnoods even die breier om al die randjes even goed aan te drukken. Zit hier te veel lijm op, dan pak ik gewoon even een babydoekje. Veeg ik het even weg. Babydoekje leg ik even aan de kant. Kan ik nog prima weer gebruiken. Ik heb hier een poetsdoek. Maak ik het even weer droog. En dan kan ik weer verder. En ik ga gewoon door. Ja, tot ik tevreden ben. En ik bouw het dus heel rustig op. Ik kijk gewoon van waar past wat. Ik heb hier nog een strookje. Nou, ik kijk, dat is te smal. Ik heb hier nog iets. Die past wel. Dan ga ik die gebruiken. En ik heb nu alle randjes netjes recht. Maar je kunt ze dus ook scheuren. Dan krijg je nog een iets, ja, rommeliger effect. Maar op deze manier bouw ik dus mijn hele masterbord op. En ik ga dit even rustig verder doen. En als ik klaar ben, dan kom ik nog even bij jullie terug. Want ja, alleen die papiertjes opplakken is natuurlijk een beetje saai. We kunnen het nog veel mooier gaan maken. Nou, en als je alles hebt vastgelijmd. Ik heb de randjes al even netjes bijgewerkt. Gewoon even met het snijapparaat er langs geweest. De stukjes die ik over heb gehouden, die ga ik zeker niet wegdoen. Die kan ik nog weer gebruiken voor het maken van clusters. Dus niet weggooien die stukjes wat je over hebt. Kun je later altijd nog weer leuke dingen mee doen. Nou, ik wil er in dit geval journalkaarts van maken. Ik zei al, dit is een beetje, ja, een beetje saai. Ik wil ze nog wat gaan opleuken. Ik wil toch eerst de journalkaarts in dit geval gaan snijden. En voor mezelf gewoon iets veiliger. En dan kan ik de kaarten nog verder gaan afwerken. Maar ik ga ze dus eerst even op maat snijden. Ja, ik ga daar niet echt ik zal ze op ongeveer 10 centimeter. En ik snij dus aan de achterkant. Ik zie dus niet wat ik aan de voorkant doe. En dat is het spannende eigenlijk eraan. Je weet dus niet wat jij uiteindelijk gaat krijgen. Nou, dan zit ik even te denken. Dan wil ik toch dit op 15 centimeter gaan snijden. Dus ongeveer 10 bij 15 centimeter maak ik dus mijn journal cards. En wat ga ik later met die journal cards doen? Daar ga ik die ga ik in mijn journal verwerken. Dus ik ga daar misschien dingetjes opschrijven. Maar het is hoofdzakelijk versiering wat ik gemaakt heb. Ik kan mijn snijapparaat aan de kant. En nu heb ik dus uit één zo'n vel, heb ik dus mooi een aantal van die journalkaarts kunnen halen. En je ziet, elke journalkaart is gewoon weer wat anders. Het lijkt op elkaar. Je kunt zien dat het een serie is. En wat ik nu heb gedaan is ook ideaal om te doen met bijvoorbeeld ATC-kaartjes. Misschien wil jij, en dan kun je een kleiner vel gaan nemen, bijvoorbeeld een A4 vel of een A5 vel. En dan doe je hetzelfde als wat ik tot nu toe heb gedaan. En dan kun je daar dus kleinere kaartjes van maken. En dan kun je dat gebruiken als achtergrond voor een ATC kaart. Nou, ik zit even te denken, wat wil ik hiermee gaan doen? Ik wil hier de randjes mee gaan beinkten. En ik wil hier nog wat versieringen op aanbrengen. En ik had de washi dolls hier nog liggen. Ik heb de kleine snippets van Tim Holtz hier nog liggen. En ik heb hier mijn bakje met postzegels die ik gekocht heb op de beurs in Hardenberg. Die heb ik hier nog liggen. Ik pak eerst even wat inkt. En dan ga ik even kijken. Een
een blending tool. Ik wil eerst even de randjes wat beinkten. Ik heb deze keer gekozen voor walnutsteen. Had ook net zo goed vintage foto kunnen zijn. Of de nieuwe kleur bruin. Maar deze lag als eerste voorhanden. Dus ik kan hem nu gaan afwerken. En ik vind het persoonlijke iets veiliger. Wil je het helemaal spannend maken, dan doe je dit ook random. Dus voordat jij die journalkaarts gaat snijden, ga jij gewoon kijken van, nou, een leuke postzegel. Die kan ik erop gaan plakken. Paperdolls die ik hierop kan gaan plakken. Nou, ik ga hiermee spelen. Ik ga dit dus niet random doen. Ik ga dit gewoon echt, ja, kijken wat ik aan het doen ben. En op deze manier vind ik het gewoon iets veiliger om, ja, om mijn journalkaarts af te werken. Maar nogmaals, hou je van die spanning? Ja, dan doe je dit ook voor die tijd. En dan draai je jouw papier om. En dan is het maar net waar je snijdt. Maar ja, dan heb je dus de kans dat jij zo'n peperdol doormidden snijdt. En ik vind dat gewoon wat minder mooi. Nou, ik pak even mijn Nuvolijm. Ik wil deze postzegel hierop gaan. En je ziet, ik doe eigenlijk altijd alleen maar in het midden doe ik een beetje lijm. Dus ik laat die kantjes open. En waarom doe ik dat? Dan kan ik, als ik wil, nog een postzegel eronder schuiven. En ook die doe ik alleen in het midden een beetje vast. Dan kan ik hem dus nog onder gaan schuiven. En op die manier kun jij gaan spelen met laagjes. En krijg je dus een beetje diepte in jouw project. Hetzelfde ga ik doen met die snippets van Tim Holtz. Die schuif ik eronder. Maar ook die is weer niet helemaal verlijmd. En zo kan ik gewoon doorgaan. Zo kan ik net zo lang doorgaan met ja, dingetjes eronder schuiven. Tot ik tevreden ben. En op deze manier ga ik dus al die journalkaarts ga ik afmaken. Ik heb hier mijn stickerboekje nog van Tim Holtz. Dan kan ik nog een mooie tekst gaan uitzoeken. Even te kijken. Ik vind toch de zwarte teksten wat mooier staan hier. Die komen denk ik wat meer naar boven. Dan kun je er nog een mooie tekst bij plakken. Nou, en op deze manier versier ik dus al die journalkaarts en maak ik ze gewoon eenvoudig af. Ik leg ze weg in mijn bakje en ga ik dan mijn journal helemaal in elkaar maken. Dan pak ik gewoon zo'n journalkaart en die kan ik ergens instoppen. Ik kan hem zelfs nog aan twee zijden gaan vastlijmen. Dan maak ik er gewoon een pocket van. Je kunt er alle kanten nog mee op. Maar je hebt gelijk al ja, dingetjes die kant en klaar zijn. Die passen bij jouw journal, bij jouw project. Want dit komt allemaal uit die digikit. Nou ja, natuurlijk niet die postzegeltjes, de snippets en deze ja, washi dolls, zoals ze noemen. Maar ja, de rest, de papier, de achtergrond, die komen in ieder geval allemaal uit diezelfde set. Dus het past ook allemaal bij elkaar wat je gemaakt hebt. Maar op deze manier kun jij heel eenvoudig jouw journalkaarts maken. Nou, ik ga hier nog lekker mee aan de slag. Ik heb hier ook nog, die kan ik ook nog wel eens gaan gebruiken van Tim Holtz. Dit zijn rub-ons, dus dit zijn soort stickertjes die, ja, die wrijf je eigenlijk hierop. Die kan ik gebruiken. Natuurlijk heb ik hier ook nog mijn,
mijn Field Notes stempels. Ik heb hier nog stempels van Studio Light. Die kan ik ook nog her en der tussendoor gaan stempelen, mocht ik dat willen. Mocht ik ergens nog een plekje zien die ik niet mooi vind, dan kan ik hem nog verstoppen. Als ik bijvoorbeeld hier kijk, dit is toch vrij licht. Hier ga ik wat mee doen. Dit is gewoon te licht voor mij, dus ik ga hier gewoon nog wat mee doen. En wat? Ja, dat zie ik dan wel. Ik ga gewoon rustig al die journal cards stuk voor stuk ga ik ze allemaal afwerken. En ja, je ziet ze aan het einde van de video wel terug. Maar een masterboard maken. Je kunt dit wegleggen. Later weer gaan toepassen. Restjes papier opmaken. Materialen gebruiken die jij nog op jouw bureau hebt liggen. En dan maak je gewoon iets moois. En je ruimt tegelijkertijd iets op. Nou, hoe mooi is dat? Win-win situatie, zeg ik wel eens. En je maakt gewoon mooie dingen. En je hebt gelijk een redelijk opgeruimd bureau als je klaar bent. Ik vind het in ieder geval prachtig om te doen. En ik hoop dat ik jullie hiermee geïnspireerd heb. Dat jullie hiermee ook lekker aan de slag kunnen gaan. Informatie over de producten die ik heb gebruikt vind je allemaal onder in de beschrijving van deze video. En ja, dan hoop ik jullie terug te zien bij een volgende video. Ja, ik zou zeggen dankjewel voor het kijken naar deze video. En graag tot snel. Doeg!